gek. Ik kan zelf ook niet meer hard lachen. Hij hoeft niet super strak. Het is hilarisch. Nee, ik had het ook een keer over de oorlog in Frankrijk. Heb ik dit boek gelezen? Ja, zeker weten. Ik was al bang dat je die zou gaan pakken, weet je, dat ik niet wist. Lekker mislukte piraat. Waar laat jij trouwens al die stickers erop zitten? Hi allemaal, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik heb een gast vandaag. Hoi, ik ben Willemijn. Van juf Willemijn op Allstars. Ik ga haar ding ook hier even linken. Ik zet hem even wat hoger, want ik zet hem nooit zo. Ja, doe mij het beeld. Ja, maar dit is heel gek. Normaal heb ik altijd... We hebben hier een mooie zwarte berg in het midden, ja, Coco. Dat is Cocootje. Die vertikt het om weg te gaan. Maar maakt niet uit, ze zit nog niet in de weg. Nee. Wij gaan meerdere video's opnemen vandaag. Ik vind het heel gek. Normaal zit ik recht voor de boekenkast. En nu niet. Ik krijg er een beetje... Oh, daar gaat Coco. Ik heb kattenhaar in mijn mond. Je bent wel minder in beeld dan ik. Zo is beter. Ja. Ik kan hem ook wel iets meer nog naar voren zetten. Zo. Zo. Dus wat gaan we doen deze video? Ik heb een aantal boeken... Of nee, Willemijn heeft een aantal boeken voor haar. Die ik heb gelezen. Er maar één. En ze gaat een zin van de eerste bladzijde van een boek lezen. En ik ga mezelf blinddoeken. En dan moet ik raden welk boek het is. Dus. En ik vertel niet meteen of het goed is of niet. Maar nee. Ik maak twee stapeltjes van goed geraden, niet goed geraden. En dan kunnen we aan het einde kijken. Ja, en we hebben dit dus al eerder gedaan. Vorig jaar hebben we dat al een keer gedaan op jouw kanaal. En we hebben nu ook al vandaag ook al eentje eerder gefilmd. En dat is ook op haar kanaal te zien. Waarin ik voorlees en zij geblinddoekt was. Dus hier heb je de blinddoek. Ja, het zijn 8 boeken. Hadden we dat al gezegd? Oh ja, het zijn 8 boeken. Kan jij hem knopen? Kun je dat niet zelf? Nee. Ik kan zelf ook niet mijn haar vlechten. Hij hoeft niet super strak hoor. Strek. Ja, zoiets. Anders hou je maar gewoon vast. Het ziet er heel leuk uit op beeld. Oké. Okay. Zie je mij nog wel op beeld of niet? Ja, ja, zeker. Okay. Niet te veel bewegen. Ik ga natuurlijk niet van boven naar beneden doen, want Laura heeft gezien wat de volgorde is. Dus ik ben nu de boeken even aan het husselen. Dat heb ik ook gedaan. En dan gaan we gewoon eens even kijken. Oh, ik was even uit beeld. Oké. Okay. Ik heb het gevoel dat als ik adem, dat ding adem in. Ja, daarom deed ik hem ook een beetje omhoog net. Oké. Okay. Het is heel gek dit. Daar komt hij. Mijn moeder was in haar nopjes toen de brief op de deurmat viel en dacht meteen dat onze problemen voorgoed tot het verleden behoorden. De zwakke schakel in haar briljante plan was ik. Niet dat ik zo'n ongehoorzame dochter ben, maar er zijn grenzen. Ja, ik denk dat ik hem weet. De selectie. Okay. Volgende. Dit deed je heel snel. Ja, maar het ging over een brief op de deurmat. Oh, dat was voor jou. Boekenleg, dat was voor jou net zo als hoe heet het met die remmen van de fiets. Oké. Okay. Ja, ik ga niet de eerste zin voorlezen, maar de tweede. Want anders weet je dat meteen. Of wacht even, iets verder. Voor mij is dit zo'n moment. Er loopt geen kale man het pad naar mijn voordeur op en ik heb ruim 11 jaar geleden al een positieve zwangerschapstest in mijn handen gehad. Maar toch weet ik dat het moment mijn leven zal veranderen. Het boek begint met, soms is er een moment in je leven dat je denkt, dit is nooit meer hetzelfde. Ja, die ja. Nooit meer hetzelfde. Dan gaan we nu deze doen. Ik snap waarom je de eerste zin niet las. Ja, hè? Ja. Er staat de titel van een boek in. Zal ik de proloog doen of de hoofdstuk 1? Wat je wil. Ondertussen zit Coco weer. Ik denk, doe maar hoofdstuk... Mijn poepschat is in beeld. Misschien maar... moet je dat wel even verleuren. Oké, Coco zit nu op mijn schoot. Doe maar hoofdstuk 1, want proloog kan spoilers geven. Komt-ie. Het was stil in de kroeg. Hier en daar zaten wat mannen aan de houten toog op hoge krukken met elkaar te praten. De ruimte rook naar alcohol en het zweet van dronken mannen. Deze kroeg was geen doorsnee verblijf.
Vanwege de drooglegging in 1920 was het verboden om alcohol te nuttigen. Ja, dit is unwritable. Maar het boek begint anders voor mijn gevoel. Dus daarom had ik even zoiets van... Dat was hoofdstuk 1 hoor. Hmm. Goed. Volgende. We hebben allemaal wel eens dingen gedaan waar we achteraf misschien niet zo trots op zijn. Weet je dat? Kleine misstappen, dronken avonden met onbekende afloop, schaamteloze tirades tegen de verkeerde persoon. Ja. Ik zit te denken welke boek ik ook alweer erin had gestopt. Ja, de eerste drie waren makkelijk, maar nu? Mijn verleden staat eerlijk gezegd bol van dat soort acties. Eens in je leven? Ik weet het niet. Ik weet niet of ik die ertussen had gedaan. Volgende. Ik heb ze namelijk al zeg maar, een paar dagen geleden geselecteerd. Heel goed van je. Ik kon mijn adem geen 7 minuten inhouden, niet eens 1 minuut. Dit is iets met die 7. Ooit heb ik eens geprobeerd om die 1500 meter in 7 minuten te lopen. Ja, dit is iets met die 7. Omdat ik had gehoord dat atleten dat binnen 5 minuten kunnen. Dit is een prinses, want zij is 7 minuten eerder geboren dan haar broertje. Ik doe elke keer zo, maar het heeft helemaal geen zin, want ik zie helemaal niks. Goed zo. Oké, volgende. Is dit het begin? Sorry. Je mag straks ook nog wel wat random boeken uit mijn kast pakken trouwens. Waarvan je weet dat ik ze gelezen heb. Misschien is dat ook wel leuk. Zou wel leuk zijn, hè? Want ik heb deze natuurlijk wel uitgekozen. Wel een paar dagen geleden. Maar het zijn volgens mij allemaal boeken die ik wel recent heb gelezen. Nou, misschien weet je het al na deze twee zinnen. Eerst de kleuren, dan de mensen. Zo zie ik de dingen meestal. Of dat probeer ik in elk geval. Zie hier een klein feit. Je gaat dood. Oh, ja. Nee. Ik weet het niet. Is dit de boekendief? Dat gaan we zo zien. Volgende boek. Oh, ik moet even in beeld doen. Ik zie trouwens echt niks, hè? Nee, dat weet ik. Ik heb toch net die blinddoek opgehad? Ja, dat weet ik. Maar straks geloven mensen het niet of zo. Het uitspreken van een blablabla bla bla was de gruwelijkste misdaad van allemaal. Eraan denken was gevaarlijk. Erover praten was hoogverraad. Niemand geloofde in mijn onschuld. Ondanks mijn goede reputatie en het gebrek aan bewijsmateriaal. Die heb ik heel lang geleden gelezen. Maar, shit, hoe heet het boek? Van Emily. Emily. Iets met Adelaar. Het Hart van de Adelaar? Dat ga ik nog niet zeggen. Oh ja, nou, ik denk het Hart van de Adelaar. Oh, jongens. Het is bloedheet met dat ding op. Het is hilarisch dat je dat ding op hebt. Het was altijd de droom van Huppel de Pup geweest om ooit in blabla te wonen. Dat ze op een gegeven moment geen andere keuze zou hebben, had ze nooit kunnen vermoeden. Laat staan dat het zou samenvallen met iets wat ik niet ga zeggen. Ik weet gewoon niet meer welke boeken ik heb gepakt. Luna komt het even voor je fixen. Niet schrikken, ze staat voor je. Mag ik een tip geven? Of? Ja, of gewoon nog iets verder lezen. Oh, ik had de bladzijde weer dicht. Ik ben het alweer kwijt, zeg maar, waar het over ging. De trein kwam tot stilstand op station. Oh, ik weet het nu met de trein, weet ik het. De laatste boekwinkel van Londen. Ja. Zijn jij niet in je vlog de laatste boekwinkel van Parijs? Ja, nee, ik had het elke keer over de oorlog in Frankrijk. Nou, je mag je blinddoek afdoen hoor. Terwijl het... Ja, het is allemaal goed. Nee, kijk dan, mijn bril is beslagen. Ja, het is allemaal goed. De boeken die zat ik echt heel erg te twijfelen. Ja, maar nadat ik dat van dat feit zei, wist je dit. Ja, maar die kleuren... Moet ik nog wat random boeken uit de kast pakken? Ja, doe maar eventjes, want... Dit is wel alleen
Met een poes op schoot. Mijn bril is helemaal beslagen, joh. Dan zien jullie hoe warm het is. Kan ik haar netjes van schoot halen zonder dat ik word aangevallen? Coco wel. Oké, Coco. Ik zet je gewoon even op tafel. Nou, nu hebben we twee weg van de kant. Nou, nu komt ze bij jou. Hey, Coco. Loop even door. Ja. Spoel straks dit stukje maar door als je gaat editen. Pam en ik deden dat altijd zo. Knip, 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 knip. Om te zien dat jij een boek pakt die ik gewoon niet weet. Dat zou wel heel erg zijn. Ja, maar ik denk wel dat het gebeurt. Want dit zijn allemaal boeken die ik wel recent heb gelezen. Behalve de boekendief. Die heb ik echt al heel lang niet meer gelezen. Maar die heeft gewoon een bepaalde schrijfstijl. Want de boekendief wordt geschreven vanuit het perspectief van de dood. Dus dat is een heel gek perspectief. Oké, ik zit een beetje gek. Maar ik heb er nog drie gepakt. Oké. De hemel boven, puntje puntje, was kalm en vredig. Een poosje bleef ik roerloos liggen luisteren naar Huppeldepup's ademhaling. Ik betrapte hem steeds vaker, minder vaak, op een rustige, ontspannen momenten. Dus ik genoot hier met volle teugen van. Het deed me deugd dat hij zich goed leek te voelen als we samen waren. Heb ik dit boek gelezen? Ja, zeker weten. Ik kan niet verder lezen, want dan zit een titel in de zin. Het probleem was dat ik hem niet voor mezelf had. Kan je me vertellen welk genre het is? Nee, want ik heb het zelf niet gelezen. Het is een young adult, dat kan ik wel zeggen. En deze heb ik zeker weten gelezen. Zeker weten. Dit jaar nog. Dit jaar? Welk young adult boek heb ik dit jaar nog gelezen? Ja, meer ga ik niet zeggen. Ik ga nu al mijn boeken over die ik dit jaar heb gelezen. Maar het is geen deel in een serie, toch? Ik zeg niks. Want als het een deel is in een serie, is het een deel van de selectie. Maar die had ik expres niet gepakt. Omdat ik dacht, dat zijn delen. Nee. Ja, dan moet het... Nee. Volgende boek? De elite van de serie, van de selectieserie. Ik ga het nog niet zeggen. Nou ja, ik denk dat het de elite is. Oké. Volgende. De dood kwam bij zonsondergang. De dood kwam bij zonsondergang. Wat een leuk verhaal. Het meisje zat bij de rivier kersenbeestjes te plukken met haar broertje. Oh, dat is de genezer van Zalendol. Ik wist niet dat dat met de dood begon bij zonsondergang. Maar met de broertje, ja, dat moet de genezer van Zalendol zijn. En het zou heel erg zijn als ik deze fout heb. Want dat is mijn favoriet. Dat is mijn favoriet. Ik was al bang dat je die zou gaan pakken, weet je, dat ik het niet wist. Ja, dat is de genezer van Zalendol. Dat doen we nu deze. Die verrukkelijke glanzende citroentaartjes lachte Huppeldepup toe. Ze stak haar in vaatdoek gewikkelde handen in de oven. Dat is harteloos. Dat was wat ik had gepakt. Ik heb ze gewoon goed! Ik moest zo lachen. Dit kan echt niet een selectie zijn. Ja, maar toen jij zei, die heb je dit jaar nog gelezen. Toen dacht ik, ja, maar dan moet het. En toen zei je... Ja, maar ik kon toch niet zeggen, nadat het aantal deelnemers aan de selectie was teruggebracht tot 6 meisjes. Dan wist je het meteen. Maar ja. Deze zat trouwens in Nooit meer hetzelfde, maar... Ja, klopt. Leuk toch? Ik weet niet of je dit er wel in wil hebben. Nou ja, die had ik gebruikt. Maar... Ik had hem al laten zien. Coco. Toen jij geblinddoekt was. Dus nu heb ik hem twee keer gezien. Waar heb je die gekocht? Ik heb wel echt zoiets van... Bij Tietje en Lubrano. Haar shop sluit de 22e van april.
Maar is het nou in een hoesje? Ja. Je kan ze ook zonder een hoesje krijgen hoor, maar... Het is wel schattig. Ja, hè? Maar ik had genoeg boekenlegger, dus ik heb niks gekocht. Ik heb ze gewoon allemaal goed, joh. Dat had ik misschien niet moet ik nog een moeilijkere zoeken. Nou, de elite was wel heftig. Ik vond de elite wel moeilijk, hoor. Wat heb je niet gelezen? Nee, ja, dat... Even kijken. Ik was wel echt even bang dat... Ik wist dat jij de genezer van Zaden nog ging pakken. Ja, de... Als ik nu naar bed ga, dan... staat het op veel. Ik heb dat liedje van die film in mijn kop. Ja, dat heb je de hele tijd al. Ja. Oké, ik heb er weer 3 gepakt. Je moet even de maar je weet waar ik ze vandaan heb gepakt? Nee, wacht even. Nee, dat weet ik niet, want ik heb dat echt niet gevoeld. Zo. Ben je wat doen? Ik probeer een knoop erin te maken. Prima. Ja, oké. Lijkt een mislukte piraat. Keert om. Holy moly, je moet wel veel drukken. Ik weet niet waarom ik dit schrijf. Nee, dat is niet waar. Ik denk dat ik het wel weet. Maar dat ik het niet wil toegeven. Zelfs niet tegenover mezelf. Ik heb geen idee. Ik weet ook niet hoe ik het moet noemen. Dit wat ik aan het schrijven ben. Het lijkt wel wat overdreven om een dagboek te noemen. Ik heb niets bijzonders te vertellen. Dus het verkeerde meisje. Is het verkeerde meisje? Dat gaan we zo zien. Geen idee. Dat vond ik echt een stom boek trouwens. Ja, dat weet ik. Omdat je het omdat ik het geraden had. Oh ja. Oké. Het was geen verrassing, nee. Volgende. Oh, heb ik het laten zien? Ja. Het was niet altijd zo. Vroeger werd er gelachen en gepraat en feest gevierd. Dat denkt ze niet alleen, dat weet ze, want er bestaan foto's van. Ja, ik weet welke dit is. Dit is over Lexie. Jij mag alles zijn. Okay, dit ga ik niet voorlezen. Dit ook niet, dan weet je het meteen. Wacht even. Plot van het hele boek. Ja, de titel staat in de eerste zin een beetje. Het was ijskoud buiten. Ze moest natuurlijk wel uitkijken dat ze niet te warm stookte. Maar deze kou kon ze haar klanten niet aandoen. Zelfs liep ze ook niet graag te rillen. Een paar weken geleden deed de verwarming het niet, omdat er een leiding was bevroren. Ze had het meteen aan de klanten gemerkt. Ze waren niet lang gebleven, hadden geen tijd voor een praatje en waren ook niet nieuwsgierig. Ja. Ik weet het, maar ik weet het niet. Ik weet hoe je je voelt, want zo voelde ik me net ook. Als je zegt het is die, dan denk ik, oh ja! Oh, wat erg dit. Volgens mij heb je deze wel gelezen. Ja, want dat komt me ook bekend voor. Als ik zeg waarom ze die kachel niet te hard heet moet stoken, weet je het wel. Dat heb ik overgeslagen. Nee, ik heb echt... Anders smelten de bonbons. Ja, nee, dan weet ik het nog niet. Heb ik deze dan al gelezen? Dat weet ik niet. Ik denk niet dat ik hem al gelezen heb, maar ik denk dat het het tweede deel is van dat... Want ik heb Theewinkel van Gevoel Geluk wel geschreven, maar ik heb... Geschreven? Gelezen. Maar ik heb Chocolaterie van je dromen nog niet gelezen, maar ik denk dat dat hem dan is. Nou, doe je blinddoek maar al. Ja. Wat was die eerste nou die je had voorgelezen? Dat ik zei het verkeerde meisje. Oh, nou het was wel een thriller die ik recent gelezen heb. Ja, maar niet het verkeerde meisje. Nee, het dagboek. Oh ja, tuurlijk, het dagboek van Alice. Alicia. Alicia, hoe heet ze? Alicia. Ja. Waar laat jij trouwens al die stickers erop zitten? Dat te lui ben om schat. Maar waarom haalt de boekwinkel ze er niet af? Dat weet ik niet. Dan moet je aan dat doen ze bij mij wel altijd. Omdat ik te veel boeken in één keer koop, denk ik.
Deze heb ik toen gekocht met Chrissy in Nijmegen. Oh, ja. Toen ik met zo'n stapel... Toen je zo'n stapel boeken ging kopen. Ja. Oké. Okay. Nou, eentje niet geraden. Nou, dat vind ik echt een super goede score. Ja. Ik vond het heel grappig. Ja. Ik was wel even bij Unwritable. Toen je over de droogrek begon, toen wist ik het. Maar ja, ik dacht, ga ik dit zeggen of ja, niet? Ja, maar het begint met Jay. Ik heb een proloog overgeslagen. Dit was ja, hoofdstuk 1. Want precies. Ik dacht, als ik Jay zeg, weet jij precies welk boek het is. Ja, maar Jay hoef je ook niet te zeggen. Dan zeg je heel pop-up. Maar dat begint met Jay en zijn moeder. Dus ik had echt zoiets van, dit is te makkelijk. Wat is dit? En die heb ik echt recent nog gelezen. Oké. Nou, ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Wij wel. Ja, wij zijn in ieder geval elke keer wel... We vinden het altijd wel grappig om te doen. Dit is wel... Ik denk dat dit wel een standaard wordt als wij elkaar gaan zien. Dat denk ik ook. Ja, dat we standaard boeken voorlezen. Ik denk ook dat we elkaar niet wekelijks gaan zien. Maar... Nee, maar ik denk misschien wel 1 keer per jaar of zo. Of misschien 2 keer per jaar. Wanneer was het de eerste keer? Dat was gewoon een jaar geleden. Want... Ja, vorig jaar april. Ja, want ik zat... ik moest mijn declaratieoverzicht printen voor de Belastingdienst. En toen zag ik ineens... toen zag dat ik 22 april of zo. En toen zag ik dat station staan. Toen dacht ik... Ja, oké. Okay. Nou... Die had je dus nog niet gelezen, maar... Nee, die heb ik nog niet gelezen. Maar toen je over bonbons zat, dan had ik zoiets van... Oh ja. Ja, maar dat was overigens hoofdstuk eerst. De proloog begon met... Op een koude ochtend eind januari kwamen 5 vrouwen bij elkaar in een klein straatje in Oxford. Dacht ik, ja. Dan weet iedereen dat het over deze serie gaat, ook al is het niet gelezen. Ja, dat klopt. Dus... Nee, ik vond het leuk om weer met je te filmen. We gaan nog een video filmen, maar die zien jullie later. Of die zien jullie eerder, ligt eraan welk eerder online komt. Ik vond het in ieder geval leuk. Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. Doe even je duimpje omhoog als je het leuk vond. En abonneer als je nog niet geabonneerd bent. Zou ik heel tof vinden. En abonneer ook meteen eventjes bij Willemijn. Als jullie dat nog niet zijn, want Willemijn heeft nog veel langer een YouTube kanaal dan ik. Ja, maar niet mega veel. Ik heb nog geen 10.000 abonnees. Nog geen 10.000. Ook geen 1.000. Nee, ik wil net zeggen, maar je hebt wel meer dan ik. Dus dan... Ja, dus kom je... Ken je haar nog niet? Ga haar leren kennen. Abonneren op haar kanaal. Ik maak trouwens eigenlijk geen video's over juffen dingen. Gewoon alleen over boeken. Dus... Ja, dat klopt. Ze heet wel Juf Willemijn op Allstars. Dat komt omdat ze juf is. Ze heet Willemijn en ze draagt Allstars. Dat is gewoon mijn handle op social media. Dat is ook op Insta en zo. Maar ze maakt geen juffenvideo's. Ze maakt gewoon video's over boeken. Eigenlijk precies zoals wij doen. Vooral thrillers lees jij. En Warrior Cats. Ja, ook wel jeugdboeken. Maar jeugdboeken. Steeds minder YA eigenlijk. Ja. Dus ga zeker kijken. Ik ben weer veel te lang aan het brabbelen. En ik weet weer niet hoe ik de video moet afsluiten. Dus ik zeg maar gaan. Doei! Doei!